Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. The Truth. Yo boys and girls en welkom bij weer een nieuwe video. Mijn naam is Alta Dylan en vandaag gaan we een vlogje doen. Het is een vlogje, het is vlog 78 geloof ik, vlog 77. Ik denk vlog 78 en we starten de vlog met een eierpje. Lekker. Oké. Okay. Ik ben vandaag ook naar de Hubo geweest en naar de van onze, dat is de Deleuze in Capelle, Erbrand. Dus ja. En ik ben in de Hubo geweest en ik heb natuurlijk cola gehaald. Ik heb er al 2 blikjes op vandaag, dus ja. De cola. Ik heb cola zero gehaald, een heel krat. We gaan eens kijken naar het krat. Oké, dit is het krat dat ik gehaald heb. Hier zaten deze 2 blikjes in dat ik gedronken heb. Het zijn 24 blikjes, het waren er 24, nu zijn er nog 22. 22 blikjes cola zero. Ik ga er eentje pakken zijn. Ik ga het aan jullie laten zien. Zero suiker. Het is Poolse cola. Hier, Poolse cola. Ja. En die 24 blikjes cola zero suiker was maar 15 euro. 14,99 eigenlijk. Het was 15 euro voor 24 blikjes cola zero. Ik vind dat wel een steal. Oké, het is misschien Poolse cola, maar dan nog. Het zijn 24 blikjes voor 15 euro. Like, what the fuck. Ja. Het is nog goede cola ook, het is een echte. Zoals jullie gezien is Coca-Cola. Ja. Dus ik heb dus we hebben een heel goede deal geslagen. En ik heb weer voor een paar weken drinken. Daarentegen heb ik ook nog altijd hier even cola staan. Ja, ik ga nu eventjes naar het toilet en naar beneden. Want we gaan bijna middag eten. Het is nu zondag. En het is 12:17 uur, dus ja, let's go. Let's go. Oké, boys en girls, het is nu dus 14:23 uur. Ik ben nog een blikje cola zero suiker aan het drinken, zero suiker, zero sugar, cola zero. En dan tussen de video van Dylan Sven zien, die ik gepost heb op Dylan Sven, een uitleg over toekomstige video ideeën. Oei, ik heb daar één keer te veel in gezet. Oei, dat is niet geur, hè. Met die 1 eten dat al en ja, dat is goed. Wat ik nu heb uitgevogeld is deze video, deze vlog is vlog 77. Ik zei in het begin van de vlog vlog 78, maar deze is vlog 77. Dus ja, welkom nog eens bij vlog 77. Ah, 77 ja. Ik ga nu hier eventjes. Ik heb nu net een taste-test opgenomen, maar beelden kwamen hier. Ik heb net een taste-test opgenomen en ja, die taste-test was echt wel goed gelukt, vind ik zelf. Ik heb de cola zero suiker, zero calorie, ja, getaste-test in de video. De eerste taste-test van seizoen 3, dus ja, let's go. Ik ga nu eventjes wat rust pakken. Misschien eventjes wat GTA spelen, FIFA spelen. We zullen wel zien wat ik ga spelen. En dan zie ik jullie graag terug. Stabiet. Ja, let's go. En het is dus avond. En ik zit dus in mijn Barcelona shirtje. Want het is stabiet. La Liga. Het is stabiet Barcelona. Espanyol Barcelona. Barcelona kan in deze wedstrijd kampioen spelen. Dus ik wil zeker kijken. Omdat ik dan weet of dat Barcelona kampioen is of niet. Ik hoop echt dat mijn club in Spanje
FC Barcelona kampioen wordt. Het zou echt schoon zijn met Lewandowski zijn eerste seizoen en dan de kampioen. En hopelijk al vandaag, want oh, dat zou echt tof zijn. Ik hoop echt dat ze kampioen spelen. Morgen weet ik meer. Alleen vanavond weet ik al meer, maar morgen ga ik sowieso nog filmen. Dus nu ga ik eventjes ja, een beetje tv kijken. Ja, dat zo. The next morning. En een hele goede morgen. Ja, boys and girls. Zoals jullie weten, is FC Barcelona kampioen van Spanje geworden. Ik heb de match gisteren gezien. What the fuck. Wat een match, wat een match. En we zijn kampioen van Spanje. Blauwgrana win. Un grit valen. Ja, we zijn dus kampioen van Spanje. Barça, Barça, Barça. Hey, Barça kampioen van Spanje, let's go. Lewandowski 2 keer, Balde 1 keer en Koundé 1 keer. Let's go. What the fuck, man. Ik wat een match, jongen. Ik zwang in orde, man. Oh. Nu ga ik slikken gaan, opstaan en dit zitten. En ja, let's go. Oké, boys and girls, het is middag. Het is 1 uur op maandag. Donderdag is de dag dat ik naar Neerwinden terug ga. Dus deze vlog ga ik sowieso blijven doorzetten. Totdat ik bij Sand ben geweest, dus ja. Ja, ik ben nu eventjes ja, aan het chillen. En we gaan er nog een blikje cola bij pakken. Blikje cola. Blikje cola. Want ik moet nu een beetje hydrateren. Oh shit. En ik ga nu een beetje cola drinken. Lekker, lekker, lekker. Nu eventjes wat... nu eventjes wat chillen. Waarschijnlijk zie je dan de muziek beginnen. Met mijn Hercules. Dus ja, let's go! Oké, boys and girls. Ik heb nu net de intro en de outro voor de Team of Season video van de Bundesliga geopend. Allee. Geëdit, alleen niet geëdit, opgenomen. Ik kan nu naar beneden, ik kan nu een videootje editen. Ik kan nu de video editen van de Bundesliga tot en de T6 ga ik ook nog editen. Want die heb ik gisteren opgenomen, dus ja. Ik ga nu een paar video's editen en dan zie ik dan ben ik weer terug. Ik ga waarschijnlijk vanavond zijn. Ja, let's go! Oké, boys and girls, zoals jullie horen ben ik nu aan de muziek bezig. En ik heb nu Cole Nederland op staan met de beat. Kijk, Living on a Prayer, X Great Spirit, X Tsunami opzetten. En ja, ik ga daar de beat al switchen. Ik neem jullie even mee naar de switching. Oké, boys and girls, ik heb net de draaisessie gehad. Ja, ik heb ongeveer een 21-22 minuten een setje gedraaid. Een setje voor de samen moeders te laten horen. Ik heb dus 22 minuten lang een setje gedraaid. Ik ben er beter in geworden. Per keer word ik er beter in. Ja, ik heb nu dat setje van 20 minuten gedraaid. En ik ga mijn moeder een reactie filmen de donderdag of de vrijdag. Ik ga mijn moeder een reactie filmen hoe dat ik die set heb gedraaid. En misschien gaat haar reactie wel goed zijn. Misschien nog niet, maar we zullen wel zien. Ik ga proberen haar reactie te filmen als ik mijn setje draai. En
Ja, we zullen wel zien hoe of waar dat gaat worden. Ik heb er nu nog 16 blikjes kolen over. Ik heb al 8 op. Amai. 8 blikjes kolen op 2 dagen. Gisteren heb ik er 5 gedronken en nu heb ik er al 3 gedronken. Ja, gisteren had ik heel veel dorst. Wou ik geen water of geen cola van fles drinken. Dan heb ik gewoon echte cola gedronken. Nu ga ik ook meer en meer die fles leegmaken, die blikjes. Dat kan nog eventjes blijven staan. Nu ga ik vooral die fles leegmaken die staat. Blikjes kan ik nog altijd meenemen naar het werk. Woensdag. Dus ja, let's go. The next day. Nu ben ik morgen moe geweest. Het is 7:30 in de ochtend op dinsdag. Nog 2 dagen en ik vertrek naar Neerwinden. Dus ja, let's go. Nu is het eventjes wakker worden gaan werken. Tot 12 uur werken, dus ja, let's go. Oké, boys en girls, ik ben nu dus thuis. Allee, ik ben ongeveer al iets meer dan een uur thuis. En ik was helemaal kapot, man, als ik thuis kwam. Ik ben tegen 32 per uur naar huis gefietst. Dacht ik, what the fuck. Morgen de laatste dag en dan donderdag naar Neerwinden. Dus deze vlog gaat blijven doorgaan. Totdat ik bij deze boy ben. Wacht. Doei. Daddy? Ja, je zit over de speaker. Ja, je zit over de Apple's. Dus. Tot er zo. Yeah, guys. Maandag ging dat fan. Dinsdag ga ik naar Sven, woensdag ga ik naar Sven, volgende week. Ja, let's go. En deze parfum, beste parfum dat ik in demme. 1 million. Oh. Echt een gele parfum. Maar dat is een parfum waar dat vijf gezicht. We gaan vallen, joh! 24 hours later. Oké, boys en girls. Dit is dus, nou, laat zou het zijn. Kwart voor 4. Ik ben net thuis. Thuis aan het werk. Ik heb deze morgen niet gevlogd. Maar ik heb geen tijd om deze morgen te vloggen. Dus nu ben ik thuis. Ik heb alles al een beetje ingepakt. Voor mijn spullen voor mee te nemen naar mijn moeder. Ik heb mijn draaitafel ook mee, dus ja, let's go. Mijn MacBook moet ik morgen nog inpakken. En dat is alles. Oké, boys en girls, ik kan nu al een deel van deze video editen. Ik kan nu al een deel van de vlog editen. Omdat ik graag die vlog wil editen. En ja. Dus deze is vlog 74 dat ik moet gaan editen. Ik ga nu al een deeltje editen, dan moet ik de volgende dag niet meer editen, dus ja, let's go. Oké, boys en girls, het is 8:30 s'avonds op een woensdag. En morgen ga ik naar Neerwinden. Morgen ben ik voor een weekje in Neerwinden. En ga ik dus in Neerwinden heel de week zitten. Ook in Londen natuurlijk, dus ja, let's go. Morgen ga ik waarschijnlijk en misschien wel streamen. We zullen wel zien. Waarschijnlijk wel streamen morgen op mijn YouTube channel. En ja, we zullen wel zien hoe dat loopt morgen. Dus ja, let's go. The next day. Oké, het is zondagochtend 7 uur. En ik ga me eens lekker klaarmaken op te staan. Ik heb net een potje FIFA gespeeld. Ik heb dat gewonnen. Dus let's go. Nu ga ik eventjes me verder aankleden. En ga ik naar beneden. A few moments later. Oké, boys en girls, ik ben nu aangekomen bij mijn moeder. Ik hoop dat ik vandaag deze week nog opnames kan doen. Want ik heb het gevoel dat ik heb gecheckt. Deze vandaag niet wat werken, dus ja, let's go. Many hours later. Oké, boys en girls, het is avond. Ik ga nu stilletjes aan slapen. En ja, morgenochtend editen. The next morning.
En een goeiemorgen, boys and girls. Het is vrijdag. Vrijdag 19 mei. En ja, morgen te trouwen, dus ja, let's go. 19 mei, let's go. Ik heb vandaag heel wat te doen. Ik ga wat FIFA spelen. Dus ja, let's go. Oké, boys and girls, het is 2 uur en ja, ik heb een heel goede ochtend gehad. Ik heb een hele goede ochtend gehad. Ik heb wel FIFA gespeeld. Ik ga ze beter mijn FIFA opname beginnen. Dus ja, tot zondag ga ik zo weer opnemen. En dan in de week ga ik wel zien wat ik ga opnemen. Dus ja, let's go. Oké, boys and girls, het is vrijdag, 8:15. Morgen is D-Day. Morgen is, moet ik om 5:50 opstaan. En morgen is dus D-Day. En ja, morgen ga ik dus 5:50 opstaan. De douche, douchen. Cappuccino drinken. Waarschijnlijk nog een beetje YouTube zien. Waarschijnlijk wel wat editen misschien. De video van de taste test moet ik nog editen. Waarschijnlijk alle die gebruik al aan gaan zetten. Dus ja, ik ga jullie up-to-date morgen vroeg. Moet er iets veranderen. Dus ja, ik heb nu net een opname gehad van FIFA 23. Ik heb al een team opzetting gepakt. Van alle liga. Gabri Veiga heb ik gepakt. Dat is 92 rated. Heb ik die gepakt. En nu ga ik een beetje aan rusten. Ik moet een team opzetting opstaan. Dus ja, ik ga nu eerst gaan van het wc en zo. Dus moet ik niet veel naar beneden nemen. Ik check bij jullie morgen vroeg als ik wakker ben en als ik überhaupt vroeg wakker ben voor ja, alles te doen. En anders zal het wel zondag zijn dat ik bij jullie check. Zondag heb ik ook nog een opname te doen. Ik weet niet of ik van zaterdag op zondag ga slapen. Zondag moet ik sowieso opname doen voor FIFA. Moet ik mijn packs gaan openen van de rewards. Ik kan morgen namiddag denk ik bij jullie wel checken. We zullen we zien. En anders zal het zondag zijn. Dus ja, let's go. Ik ga slikken gaan slapen. Want het is al 20 nacht en ongeveer. En ik moet sowieso om 5:50 opstaan, zoals ik al zeg. En ik kan morgen moeilijk filmen. Dus ja, het zal waarschijnlijk tot zondag zijn. The next day. Oké, boys en girls. Ik ben terug thuis. Het is zaterdag. En we hebben de ceremonie achter van de rug. Straks is feest. En ik ga niet vloggen meer vandaag. Dus het is sowieso morgen echt vloggen. Dus ja, nu ben ik een beetje FIFA aan het spelen. Ik moet ze beter in mijn kostuum kruipen. 20:05 moet ik naar de zaal. Dus ja. Dus ik hou jullie op de hoogte en dan is het morgen sowieso. Dus ja, let's go. The next morning. En een goede morgen, boys and girls. Goedemorgen, boys and girls. Het is zondag. Oh, ik ben al vergeten van vandaag. Het is zondag, het is 7:55. En ik heb net een uurtje geslapen. Ik heb voor de rest niet veel geslapen, eigenlijk maar een uurtje geslapen. Ik ben van 11:00 thuis. En ik heb maar een uurtje geslapen. Nou, eigenlijk wel niet zo goed is. Omdat ik mijn slaap al nodig heb. Maar ik heb maar een uurtje kunnen slapen, dat was van 6 tot 7. Dus alleen van 20 naar 6 tot 20 naar 7 dus heb ik geslapen. Dus ja, toch beter dan niks. Oké, ik loop nu met kleine oogjes rond. Maar dat maakt nu niet uit. Ja, ik moet zo biedt nog een stukje van de FIFA opnemen.
Maar ik moet dat doen zonder facecam en zonder microfoon. Want ze slapen nog, ik moet daarna de microfoon opnemen. Kan ik morgen bij Sven al gaan doen. Ja. Ik ga nu eventjes, ja, wakker worden. Allee, ik ben al wakker, maar... Ik ben nu eventjes aan het, ja, wakker worden. Ze weet nog een koffie drinken. Met douchen, ze weet. Met ze weet douchen en dan... Een beetje FIFA spelen en zo. Ja, ik weet niet wat ik moet doen. Een beetje editen waarschijnlijk. Ik ga een stukje van deze vochtigheid editen. Dus ja, dat is wel. Meanwhile... Oké, boys en girls, ik zit nu in de edit. Ja, dit is wat ik er al van kunnen maken heb. Ja. Ik ga het zo duidelijk mijn camera niet merken. Oké, dat is wat ik dus van de edit heb kunnen maken. Al momenteel, dus ja. Ik hoop dat ik die edit zo rap mogelijk klaar heb. Het is nu nog steeds mijn klein ook, zoals je ziet. Ja, één oog is meer dicht dan de ander, omdat ik echt weinig slaap heb gehad. Dat is één uurtje. Dus, ja. Ik ga nu verder editen. En hopen dat die video snel online komt. Ik zit nu al ongeveer aan 20 minuten. Dus ja, let's go. The next morning. En een goedemorgen, boys en girls. Het is maandag. Ja, het is maandag, let's go. En ik ga vandaag naar Sven. En een goede morgen van mij. Snuffel. En een Sibatje. Sibat, ik zeg goedemorgen naar de camera. Goedemorgen. Goedemorgen, mij, Snuffel en Siba. En. Ja, ik ga zo dadelijk vertrekken. Allee, om 10 voor 8. Allee, 20 voor 8 ga ik vertrekken. 5 voor half 9 ben ik wel. Ga ik vertrekken naar de bushalte bij ons in de Laarstraat. Voor naar Lambda te vertrekken. Nu eventjes iets eten. En koffietje en zo drinken. Dat gaat dus goed. Oké, boys en girls, ik ben er dus aangekomen in station de Erwinde. Ik ga ze biedt de trein pakken richting Landen. En yes, jullie horen al dat er een trein gaat toekomen. Dat is Brussel Schuurman. Dus ja, Brussel Schuurman komt toe. En ja, ik vertrek nu met het. Ik ga om 8 uur 18 uur mijn trein naar Neerwinde. En. Yes, uno stress, hala Madrid. Steek dan. En ja. Dus de Schumann komt nu toe en ze weet gewoon Landen toe. Dus ja, let's go. Let's go. It's been a long day without you, my friend. But I got my baby! Ja, maar
Max Verstappen is zo duidelijk niet zo geil over. Red Bull! Ja, moeite, niks te Lewis Hamilton. Niks te Lewis Hamilton, hè? Max Verstappen, jongen. Mm-hmm. Normaal gezien was het dus gisteren race in Imola. Maar is het niet. Allee, gisteren, voor ons gisteren, maar. In juli was het een paar weken terug. Ik neem nu op voorhand op. En ja. Dus ja, ik ben dus speciaal aangekomen. Morgen en. Morgen? Woensdag ook nog. En donderdag ga ik dus vlog afsluiten in de trein. Ga ik in de trein editen. Dus ja, let's go. Ik ga hier nu al dit stukje editen. Ja, eerst wel met het bordje drukken. Action voor de sfeer. Lekker. Lekker, dan moet je een actie doen. En dan te waarschijnlijk naar de lijst gaan. Dus ja, let's go. The little boy from Rosario Santa Fe has just pitched up in heaven. Oké, boys and girls, ik ben nu net thuis aangekomen en. Alleen net thuis aangekomen, ik ben al. Toch al een uurtje thuis, denk ik. Ik heb iets gegeten. En nu ben ik op mijn camera aangekomen en. Terug met z'n handbellen morgen vroeg. Ik vertrek om 7, 8 uur de bus. De 348, de schoolbus eigenlijk is dat. Dus ja, extra vroeg in landen. En zoals jullie zien ben ik ook aan het wachten met FIFA op te nemen. Voor, ja, voor vanavond 7 uur. Dus binnen 20 minuten kan ik opnemen. Moet ik sowieso een voice-over opnemen morgen, maar ja, daarvan moet ik nog mijn USB-stick meenemen morgen. Doe me dan denken. Dus ja, ik moet morgen dus opnames doen, dat ik voice-over doen. En de voice-over die ik vandaag opgenomen staan op zijn PC, dus ja, let's go. Oké, boys and girls, het is nu avond. Het is 7 voor 9 en ik ga stil gaan slapen. Ja. Morgen ga ik terug naar Londen. Om 7 na 8 heb ik mijn bus naar Londen. The next day. Oké, boys and girls. Het is dinsdagochtend, niet donderdag. Het is dinsdagochtend. Het is rond 7 uur, denk ik. Terug naar 7. En zo'n beetje trek ik naar de bushalte. Want om 7 en 8 heb ik mijn bus naar Landen. Ik ga met de schoolbus 348 naar Landen. En morgen ook, I guess. Dus gisteren ben ik voor één keertje met de trein gegaan naar Landen. En ja. Dus vandaag ga ik met de schoolbus naar Landen 348. En kom ik met 43 van 11 naar 5 terug thuis. Dus ja, let's go. Ik ga nu eventjes wakker worden met koffietje en dan zal ik wel laten weten als ik in Londen ben, dus ja, let's go. Oké, boys and girls, ik ben aan het station van Neerwinde. Ik ben hier dus gespaand. Maar ik gebruik een gamertaal. Ik ben hier dus gespaand aan het station van Neerwinde. Hier heb ik gebied mijn bus om 8 uur en 8, dus ja, let's go. Ja, let's go. Hier komt een trein passeren, dus. Ja, let's go. Mijn bus komt zo'n beetje af. Die is op tijd, dus ja. Let's go. Schoolbusje, hier ik kom. Dus ja. Oh ja. Wat zal het gek doen, man? Wat zal het gek? Hé, wat is als het gek? Ik kom zo'n beetje. Ik ben zo'n beetje in Londen, dus ja. Let's go. People. 2 hours later. Ik ben dus in Londen gespannen. Met deze mooie jongen! Oh nee, nu klinkt je echt als gaars, joh. Homo! Nee joh, ik ben in Londen gespawnd en. Yes, hij is FIFA spelen op een tweede account, ja! Ik vind dat niet leuk. Ik vind. Yes, boys! Rotterdam! Amsterdam! Nee, Rotterdam, want ik moet uit Rijn in Rotterdam. In Roffa! Die Damsko, hey! Yes, hij is dus momenteel op mijn alt-account.
voor nog een pakketje te claimen. Dus ja, let's get it! Oké, boys and girls, ik ben nu dus terug thuis van bij Sven. En ja, zoals jullie horen staat de PlayStation aan. Ik ben dus bij Sven geweest een hele dag. Morgen gaan we waarschijnlijk naar Leuven, Sven, dus ja, let's go. Ik ga nu eventjes van mijn avondje genieten, dus ja, let's go. Oké, boys and girls, het is 9:30 s'avonds. Ik was stil aan het slapen. Want morgen ga ik nog eens naar Sven. 7:08 neem ik weer de bus naar Londen. Het is weer schoolbus, zo ja. Dus ja, ik ga nu slapen en ja, morgen ga ik naar Sven. Waarschijnlijk gaan we naar Leuven. Ik weet nog niet wat we gaan doen, maar we zullen zien wat we morgen gaan doen. Ik ga nu slapen ze. En dan ga ik naar Sven morgen en dan zondag terug naar Antwerpen. The next morning. Oké, een goede morgen, boys en girls. Ik ben nu dus vertrokken. Ik ben nu aan het wandelen. Aan het wandelen naar. Gewoon van het wandelen en neerwinden. Voordat ik vertrek naar het station. Oh, de zon steekt in mijn ogen. Ik heb mijn zonnebril niet bij en mijn zonnebril gezien. Dus ja. Ik ben vergeten gisteren. Dus ja, de zon steekt fucking in mijn ogen. En ja, ik ben opgestaan met echt spierpijn, koppijn. Spierpijn is ondertussen al weg, maar de koppijn blijft. De koppijn is toch wel gebleven. Dus ik hoop dat die hoofdpijn snel weggaat. Dat ik toch nog normaal kan functioneren vandaag. Met het maken van muziek, editen en nog van alles. Dus ja. Ik ga nu rustig wakker worden. En mijn ding doen. Om 8 naar 8 aan het station hebben de bus. Dus ja, let's go. Oké, ik ben terug aan de bus altijd aan het station van Neerwinden. Zoals jullie zien. Denk ik dat de trein gaat afkomen. Ik ga het inzoomen. Daar gaat het eigenlijk gewoon trein! Dat is Hasselt-Genk. Dat is Hasselt-Genk normaal, denk ik. Hasselt-Genk of een andere trein dan Brussel of zo. Dus ja, ik ga vandaag weer veel meer aan de muziek werken dan gisteren en dan eerste. Dus ik ga vandaag aan de muziek werken. Ik heb gisteravond nog een setje klaargemaakt. En vandaag ga ik nog een setje klaarmaken. Dat moet wel gebeuren. Dus ik ga nu een setje klaarmaken, zebiet, en straks ook. Nee. Ja, ik ga zebiet in de dankklaar setje klaarmaken. Oké, ik ben dus in Londen. Al ongeveer. Hoe lang zou het zijn? Van 8:30 of zo ben ik in Londen. En ik ben met deze boy hier. Peace out. En we gaan nu naar de bank. Naar de bank, lekker gezellig geld afhalen. Ja, en je code halen, joh. We gaan gewoon naar de bank en ja, dan naar de winkel. Waarschijnlijk drinken halen, eten halen. En ja, want ik heb nog niet ontbeten, dus ik moet nog ontbijten, ze biedt. Ja, let's go. Ontbijten en gaan eten. Hey joh, ga je nog vreten, joh? En dat vreten je? Heeft honger? Nee. Ik ben aan het werken. Jij is aan het werken? Ik ben ook aan het werken, joh. Kom eens zien, joh. Ik ben ook aan het werken met mijn edit. Noon food, hè. Is this lunch? A lot of breakfast. Lunch. Almost breakfast. Look at that beautiful program. And look at this. Look at my face, man. What a pooper cup. Oké, boys and girls, dit is 4 ongeveer. Ik heb de laatste pilletje voor de kop ingenomen. Ik heb daar een eurotje gelegd. Voor toch
te kunnen toch kunnen betalen voor de pil. Ik zend zo als ik ergens kom, ik neem een pijnstiller of iets dergelijks, dan leg je daar wat geld voor, voor ongemak en zo. Dus ja, ik heb dat daar gepakt en ik heb naar een euro gelegd en voor het ongemak dat het toch betaald was en zo. Dus ja, ik ben zo als ik ergens gewoon een pilletje neem of iets dergelijks neem, leg je er altijd wat geld. Wordt ook mee te zijn met, ja, ik doe het altijd. En ik heb dus een flesje water gekocht. Ik heb dat straks ook nog een chauffontijntje gedronken in de lijzen hier. Ik ga morgen waarschijnlijk, ja, morgen vroeg moet ik vertrekken naar Antwerpen. Moet ik mijn kostuum aan doen, dus ja. Nu heb ik een set gemaakt. Die set staat nu aan. En alsjeblieft moet ik hier al vertrekken. Ik heb juist een beetje FIFA gespeeld. Ik heb op wereldklasse gewonnen, dus ja. Iets wat ik bijna nooit doe eigenlijk. Op wereldklasse een potje winnen, dus ja. Ik ga alsjeblieft nog even pissen en dan ga ik waarschijnlijk wil vertrekken. Ik heb om 11 na 5 een bus naar Neerwinde. Ik krijg wel te denken dat hier om naar Neerwinde. Om terug naar huis te gaan, iets te gaan eten en bij de richting bedding te gaan. Gewoon nog eventjes FIFA spelen en Delogin doen vooral. Pillen kopen! Diamantjes hebben of Mitsubishi'tjes? Nee, dank u. Of had je liever van die oude samenstelling als vroeger? Waar je zo keistrak op gaat! Hé, hey Dylan, ga ik je poppen, vriend? Nee! Maar dan ga ik sowieso de BD even pissen. En ja, een beetje trekken? Nee, joh. Dan ga ik gewoon nog een beetje genieten van de laatste minuten, het laatste uurtje eigenlijk, bij Sven. Dus ja, zie jullie guys sowieso als ik terug thuis ben in Neerwinde en avond en dan morgen vroeg een laatste shotje. Dus ja, let's go. Het laatste shot, het laatste wapenfeit van deze video! Oké, boys, dat is dus 8 uur 's avonds en ik ga stilkens aan Sabine gaan slapen. Morgen neem ik om 20:40 mijn trein terug naar Antwerpen. Dus ja, let's go. Ik ga nu eventjes rustig mijn avondje verder zetten en ja, let's go. The next morning. Oké, boys and girls, het is donderdag. Het is de eerste keer dat jullie mij in kostuum zien in de vlog. Ik vertrek vandaag naar Antwerpen, dus ik wil vandaag ook deze video afsluiten. Vond jullie het leuk om naar deze video te kijken? Smash dan zeker de like button. Abonneer je beneden. Wat je van voor meer content? Dat zou hier rechts moeten staan. Abonneer daar en hier staat de like. Like, abonneer en reageer hier op deze video. Wat je vond van deze video. En dan zie ik jullie guys graag terug bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaat, ik weet niet wanneer zijn, dus ja. Let's go, ik zie jullie graag terug met een nieuwe video op mijn kanaal en tot dan ben ik je boy altijd in. Bye bye. Yeah.